ben Vitamina, capoeira leraar in Den Haag, van Capoeira Engenho Den Haag. Wat is capoeira? Wat betekent capoeira? Voor mensen die dat niet weten. Wat betekent capoeira? Het woord betekent heel veel. Wat het voor mij betekent is een Braziliaanse dansverkunst met heel veel leerprocessen en heel veel plezier. Waarom mensen kunnen kiezen voor capoeira? Ja, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik denk, we hebben hier in de groep heel veel verschillende mensen. Jong, oud, klein, dik, dun, krullen, stijl, haar, blond. En ik denk dat het per persoon afhankelijk is wat je zoekt. Voor mij persoonlijk het dansen, vechten, fysieke gedeelte van capoeira. Maar ook de muziek, het samen zijn, de mensen, andere cultuur. Van elkaar leren, vallen, opstaan, letterlijk, figuurlijk. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Hoe is jouw liefde voor capoeira begonnen? Ik zag het op tv. Ik was een vechtsportgala aan het kijken in Parijs. En de laatste act was capoeira. En wat die mensen deden, ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, wauw, wat doen die mensen? En ja, geen moeilijke keuze om daarmee te beginnen. Capoeira, well, I think it represents for me the sport that combines in the best way the sport itself, music and culture all together. Vooral energie. The moves, the aus, the dynamic. The thing that you don't kill each other, like peace or capoeiristas. Het is zoiets als vrij tekenen. Je kan gewoon invullen wat je wil doen en zoiets. Dus het is een soort van go with the flow. En dat is best wel fijn als je al in regels en ritme werkt. Capoeira is inspiratie. Waar kan je capoeira spelen, trainen in Den Haag? Waar en wanneer? Waar? Ja, bij jou. Bij mij is het op, dag jongens, dat is op dinsdag en vrijdag. Dinsdag op de Haagse Hogeschool, van 7 tot 8:30. En hier, Waldeck-Piemontkade, mooi gebouw, op vrijdag, beide om 7:00.